Welkom allemaal bij deze video, mijn naam is Ali. Nou, beste dames en heren, mensen vragen zich altijd af, wat is de volgende cryptomunt dat een rendement oplevert van 10x, met een 1000% omhoog gaat, of een coin dat zelfs 100x of zelfs 1000x gaat. En je ziet nu de meme season dat het nu komt, mensen maken heel veel geld hier en daar. Maar laat ik je wat vertellen, ik heb iets beters dan dat, ik heb een volgende munt voor jullie, dat echt 10x oplevert en dat is het volgende. Dat is de heilige maand Ramadan, die is weer begonnen. Ik ben zelf ook moslim, alhamdulillah, ben er heel trots op. En deze heilige maand wordt door veel mensen onderschat. Voor elke letter dat jij leest uit de heilige Koran, krijg jij 10 keer zegeningen. En zelfs, er is zelfs een nacht, genaamd Laylatul Qadr, oftewel de nacht van kracht. Deze nacht is beter dan 1000 maanden. Ik wil het ook met jullie meegeven. In het leven gaat het niet alleen om geld. Geld is natuurlijk een hele belangrijke factor in het leven. Dat wij stil moeten staan bij het feit dat alles wat wij doen hier op aarde, zit geld direct of indirect eraan verbonden. Ik begrijp dat het een heel belangrijke factor is. Maar wij moeten ons niet vergeten. Wij moeten het niet vergeten dat wij op een gegeven moment alles in het leven zullen achterlaten. Dat wij op een dag weer onze graven ingaan en alles achterlaten. Jouw rendement, jouw succes, noem maar op. En wat ik jullie mee wil geven is, het meeste waar ik in mijn tijd in steek, is kennis. Kennis is iets wat blijft en iets wat de volgende generaties bevordert. En dit is dan ook de reden waarom ik zoveel mijn best doe om mezelf op te leiden en kennis te vergaren en het ook te delen met mijn medemens. En dan resulteert het uiteindelijk in je financieel vermogen. Dus je financieel vermogen is eigenlijk een reflectie van jou manier van denken, jouw mindset, jouw intellectualiteit, en noem maar op. En dus bij deze wil ik jullie allemaal een gezegende heilige maand Ramadan wensen. En voor de mensen die niet vasten, denk ook na, onderzoek ook deze maand. Want het is een hele gedisciplineerde maand. Namelijk, het is een maand waarbij wij moslims ons onthouden van het consumeren van voedsel. Dus eten en drinken. En het onthouden van geslachtsgemeenschap met je partner. Van zonsopkomst tot zonsondergang is dat verboden, maar daarna mag het wel. Maar gedurende deze tijd gaan wij ons niet alleen bezighouden hiermee, maar we houden ons ook bezig met het verrichten van aanbidding. En dat is niet alleen boeken lezen of de Koran lezen, maar het is ook dat jij vast met jouw ogen, met jouw tong, met jouw oren, met jouw handen en met jouw lichaam. Dus dat is een stapje verder. Dus het is belangrijk dat jij ook jezelf probeert levelen naar het volgende niveau. En probeer jezelf dan ook uit te dagen. Mijn challenge die ik aan jullie wil geven is, haal alle social media voor een maand lang weg. Alle onzinzaken, haal het weg. Alle onzinzaken wat jou allemaal doet afleiden van jouw doelen, haal het weg voor een maand. En spendeer tijd met jouw familie. Met jouw echte goede vrienden die jou graag zien groeien in het leven. En vooral kennis vergaren. Vergaar kennis, blijf eens groeien en leef een maand lang alleen voor jezelf, om alleen op jezelf te focussen. Dat is de challenge die ik jullie geef. En ook aan mezelf. En we zullen betere mensen worden na deze heilige maand. Nogmaals, Ramadan Mubarak allemaal. En veel succes. Dankjewel.